Voor Pieter Jan Hagens, Linda de Mol en Carlo en Irene wordt het vanavond spannend tijdens de 45e editie van de televisie gehaald. Ja, want ze knokken natuurlijk om die gouden tv-schrik. De prijs van de kijker, een moeilijke prijs vanavond. Want bij RTL is natuurlijk The Voice of Holland vanavond, waar 3 miljoen mensen naar kijken. Dan zou je denken, dat is een AVRO-programma wordt bevoordeeld. Want al die oude AVRO-kijkers zitten naar het gala te kijken. Of dat zo gaat werken, dat weten we niet. Maar de strijd was hard de afgelopen tijd. Gierend van de zenuwen strijden Linda de Mol, Pieter Jan Hagens en Carlo en Irene vanavond om de Ring der Ringen. Ben jij zenuwachtig? Nee, ik vind het vooral erg geestig dat ik genomineerd ben. Ja, ik ga gewoon een hele gezellige avond meemaken, hoop ik. Dus ik ben gewoon de enige die al zenuwachtig is. Eigenlijk komt het daarom meer. Het nadeel is, als je niet wint, dat je daarvoor baalt. Het voordeel is dat je volgend jaar weer een feestje hebt natuurlijk. Dus Anita Witsier hier is ook een keer gelukt. Dus ons vaste zeker ook. Televisiering. Nou ja, maar zo'n ding zou ik eigenlijk nog niet willen. Want ik ben nog vrijgezel, ik wil nog gewoon een beetje werf bekennen. Met zo'n felbegeerde tv-prijs in het vooruitzicht moet je wel een beetje goed voor de dag komen. En dus zijn de genomineerden al dagen in de weer met jurken, strikjes en feunen. Ik heb mijn nagels vast aangepast en ik heb een enorme twijfel daarover. Omdat ik ben erg van zwart en veilig en dat kleed af en zo. En nu een hele felle kleur. Ik heb net nog even gecheckt, de manchetknoopjes, alles, het strikje, de heleboel. Hoewel, het strikje ben ik nog niet helemaal zeker van als ik dat doe, maar strak pak. In de strijd om de ring is alles geoorloofd en dus is er een PR bombardement losgebarsten. Als ik naar onze fans kijk en als ik naar de hoeveelheid kijkers kijk, dan denk ik dat het wel goed zit. Uiteindelijk gaat het om de ring. Dat is de prijs. De prijs van de kijker. Ja. Ik denk die ring, man. Ja. Ik begin nu al ineens heel zenuwachtig. Ja, slaat het nou toch toe? Zie je wel. Kom vanzelf. Gelukkig gunnen de drie hotemetoten elkaar de ring. Als wij hem niet winnen, dan hoop ik dat Wie is de Mol wint. Die zijn al 140 keer genomineerd. Dat denk ik echt. Ja, dat vind ik ook. Ja, en dan hoop ik op de tv-kantine, omdat Carlo en Irene al zo lang meedraaien. En ze hebben hun ringmaten al opgemeten, dus dat zou ook lullig zijn. Mooi. Ja, mooi, wat dragen ze vanavond? Dat willen we weten, toch? Nou, dat weet Mike denk ik wel. Ja, nou ja, drie dames die natuurlijk misschien vanavond de mooiste ring van hun leven krijgen. Voor de beste vrouwelijke tv-persoonlijkheid. Ja. Yvonne Jaspers, Irene Moors en Linda de Mol. Ja, wat hebben ze aan? Ik weet in ieder geval wel dat Chantal vanavond Italiaans gekleed is. Oh. Tadaa. Dit is hem geworden. Toen ik hier vorige week kwam, toen hing die hele collectie hier. En toen viel ik eerlijk gezegd natuurlijk in eerste instantie op al die maagdelijk witte mooie jurkjes. Maar die pas ik niet. Die pas ik gewoon niet. Het is in ieder geval lang. Ja, dat leek me veilig, want er zitten ook mensen hier beneden zo. En als je korte jurk aan hebt, dan is dat weer heel typisch. Ik vind het wel grappig. Nou, dat een jurk toch een beetje humor moet hebben. Niet allemaal te serieus en te plechtig, daar ben ik niet van. Er zit één Valentino-jurk bij, ja, het mag wat kosten. Ja, het moet morgen gewoon weer terug naar de winkel, hoor. Dus het is toch allemaal heel Hollandse glamour. Oh, Hollands op de fiets. Ja, Hollands, lekker op de fiets naar huis. Hoe leuk is dat? Edwin Oudhoorn heeft de jurk van Yvonne gemaakt. Okay. Beetje controversiële ontwerpen. Houdt al van een beetje apart. Heeft ook wel eens Georgina Verbaan eerder gekleed en zo. Maar ik ben heel benieuwd hoe die staat. Mensen die eigenlijk die wel naar gala gaan. Maar eigenlijk denk ik, neem er ook een beetje afstand van. Ik neem het niet al te serieus. Ik weet nooit zo heel erg zeker van Yvonne of zij dat doe maar gewoon. Dan doe je gek genoeg imago probeert vast te houden. Want dit is natuurlijk wel weer even een mooi stukje culture. Maar je moet het wel begrijpen. Ja. He, het is niet de glamour van Annie van den Kommenak, wat de hofleverancier van vanavond is. Ja. He, veel meiden die daar dan in rondlopen. Nou ja, hoe heet ze oma? Wendy van Dijk. Ja, de Wendy van Dijk bijvoorbeeld. Ja, die jurk die we net in de kleedkamer En Chantal vind ik typisch dat ze zegt, ja, één van de jurken is van... Hoezo? Valentino. Ze meer dan? Ja. Ze heeft twee jurken aan, niet over elkaar heen natuurlijk. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Goedenavond, ik ben Chantal. Hallo, ja, precies. Ik was net het karakter van Wendy springen. Neemt natuurlijk snelle verkledingen heel vaak en zo. Ja, Valentino. Dat je aan meedoet aan een Nederlands televisieprogramma, vind ik wonderbaarlijk. Want ja, het gaat meestal alleen maar om koninklijke hoogheden met jurken. En nooit zo heel erg om het gewone tv-gedoe. En jij gaat er ook naartoe? Wat doe jij aan? Want je verkleed je wel, neem ik aan. Ik heb van een oud gordijn een paar leuke mouwenpaars gemaakt. Ik zie het.